Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de loting van de Darts Actueel Winter Masters. Een ander format dan bij de Dutch Darts Quarantaine League. We hebben 16 spelers, een knock-out systeem, of een knock-out systeem, het is maar net hoe je het wil zeggen. We hebben weer 4 geplaatste spelers, dat zijn Kevin Doets, Heine Ulderiks, Benny van Peer en Owen Roelofs. We hebben ook een paar verrassende deelnemers, zoals bijvoorbeeld Moreno Blom, die de laatste weken erg goed bezig is. We hebben ook topspelers uit de BDO. Toon Grebe en Richard Veenstra. We hebben een Belg, Brian Raman. We hebben spelers van de Challenge Tour, Arjen Konteman, Jitse van der Wal. We hebben oud tourkaarthouders, we hebben nieuwe tourkaarthouders. Noem het allemaal maar op. En we gaan beginnen met de loting. Ik heb de namen 5 tot en met 12, 5 tot en met 16 zelfs, heb ik hier in mijn bakkie zitten. Er zijn dus 4 geseed, dus we gaan beginnen linksboven in de loting. We beginnen met... De titelverdediger eigenlijk binnen Darts actueel. Kevin Doets, de winnaar van de Dutch Darts Quarantaine League. En die gaat spelen tegen. Oh, laten we hem nog vallen ook. Nummer 5, Jimi Hendricks. Dus in de eerste ronde zal Kevin Doets het gaan opnemen tegen Jimi Hendricks. Het format in de eerste ronde is best of 3 sets. En we gaan zien tegen wie het opneemt. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd. Dat zijn 2 niet geziede spelers tegen elkaar. Dat is nummer 10, Moreno Blom. En die zal gaan spelen tegen... Nummer 14, Richard Veenstra. Dat is meteen een mooie pot voor beide heren. Blom net nieuw in het circuit. Veenstra natuurlijk al wat langer actief bij de BDO. Enorm goed. Jammer dat hij niet op de Grand Slam mocht spelen afgelopen jaar. Maar goed, dan gaan we naar de nummer 4 seed, Owen Roelofs. In de tweede kwart, Owen Roelofs die gaat spelen tegen... Wat een vroemelpapiertjes allemaal. Nummer 6. En dat is Arjen Konteman. Weer een clash die we ook al hebben gezien in de Dutch Darts Quarantaine League. Maar ja goed, nu gaat het over sets en toen ging het over legs. Roelofs die dit jaar toch wat wisselvallig is. Heb ook al goed met de mannen meegetraind. Maar ja, we gaan zien wat hij nu kan brengen. Ja, en Konteman, die hebben we natuurlijk op de Pro Tour gezien dit jaar. En we gaan zien wat hij in de Darts Actueel Winter Masters kan. Dan gaan we naar de vierde wedstrijd. 2 ongeziede players tegen elkaar. Dat is nummertje... 7, dat is Danny Oldekalter, de speler die afgelopen jaar op het BDO-WK stond. Tevens ook meteen het laatste BDO-WK. En die zal gaan spelen tegen... Nummer 11, Jitse van der Wal. Een naam die we ook al op de Pro Tour hebben gezien dit jaar. En dat zal een enorm mooie wedstrijd worden. Danny Oldekalter tegen Jitse van der Wal. Ja, dat is toch wel een kraker, hoor. Beide mannen wisselvallig dit jaar. We hebben natuurlijk Oldekalter alleen gezien in de Dutch Darts Quarantaine League. Ja, een paar goede momenten. Maar ja, online darten was niet helemaal zijn ding. Heeft nu natuurlijk wel wat ervaring. Jitse van der Wal het vaker gezien. En natuurlijk op de Pro Tour gezien dit jaar. En een Challenge Tour gewonnen. Dus benieuwd wat hij kan gaan presteren. Dan hebben we nog 4 wedstrijden te gaan. Dan gaan we naar de nummer 2 seed in het onderste gedeelte van de loting. Heine Ulderiks, ja helaas, kwam tekort in de finale van de Dutch Darts Quarantaine League. Maar ja, wel groot favoriet voor deze titel. En we gaan kijken tegen wie hij gaat spelen. Nummer 13, Daan Bastiaanse. Het jonge talent gaat dus spelen tegen Heine Ulderiks. Dat was tijdens de Dutch... tegen de Dutch Darts Quarantaine League. Een van de onbekenden, maar enorm goed gepresteerd daar. Dus we mogen wel hoge verwachtingen hebben van deze man. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat zijn 2 andere wedstrijden. Dus weer 2 ongeziene players tegen elkaar. Nummer 12, Brian Raman, de Belg. Goed bezig dit jaar. Zeker online al de nodige resultaten laten zien. En die gaat spelen tegen nummer 16, Jurjen van der Velde. Ja, een jonkie tegen een iets wat ervarener man, Brian Raman.
benieuwd wat Jurriën van der Velde kan opbrengen tegen onze Belg. Dus internationale vertegenwoordiging dit jaar in het tweede toernooi bij Darts Actueel, de Darts Actueel Winter Masters. Dan gaan we naar de laatste seed, dat is Barry van Peer, de nieuwe tourcardhouder in 2021. Zal het laatste toernooi zijn voordat hij definitief naar de PDC vertrekt. En die gaat spelen tegen, er zitten nog 3 balletjes in. Nou, daar komt hij. Dat spelen tegen nummer 8, Vincent Kamphuis. Weer een clash die we ook al in de Dutch Darts Quarantaine League zagen. Benieuwd of Kamphuis nu wel is. We hebben hem in de sportschool gezien. Is hard aan zichzelf aan het werk gegaan naar de Dutch Darts Quarantaine League. Ja, en hopelijk pakt het goed uit. Wel een hele zware loting voor hem meteen tegen BNVP. En dan heb ik nog 2 balletjes over. Dan gaan we nu bepalen wie er mag beginnen met boelen in die wedstrijd. Nummer 9, Danny van Trijp. En die zal gaan spelen tegen. Maar ja, dat is niet heel moeilijk, want er is nummer 1 lotje over. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Toon Grebe, nummer 15. Een Brabants onder onsje als laatste wedstrijd. Toon Grebe tegen Danny van Trijp. Van Trijp die dit jaar net aan tourkaart miste. Ja, het laatste development tourweek, het was wat minder voor hem. Maar ja, begin van het jaar goed gespeeld, online een paar keer goed gespeeld. Dan gaan we nu kijken naar het volledige bracket. Dus bovenin de bracket. Kevin Doets tegen Jimi Hendrix. Moreno Blom tegen Richard Veenstra. Omer Roelofs gaat spelen tegen Arjen Konterman. Danny Oldenkalter gaat spelen tegen Jitse van der Wal. Heine Uldriks gaat het opnemen tegen Daan Bastiaanse. Brian Raman speelt tegen Jurriën van der Velde. Benny van Peer gaat het opnemen tegen Vincent Kamphuis. Een ex-toolkaarthouder tegen een toolkaarthouder. En Danny van Trijp gaat spelen tegen Toon Grebe. De eerste ronde gaat morgen beginnen. Abonneer je nu op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Volg dit toernooi en we zien je snel terug bij de eerste wedstrijd van de Darts Actueel Winter Masters.